vandaag mag wat mij betreft drie dingen brengen. Kennis, kennissen en een goed gevoel. Collega Renbeesters, welkom vandaag in de nieuwe stad in Amersfoort. Het was een beetje een heimisch gebied aan het worden, er werd gedeeld, er was in het weekend van alles aan de hand. Dat begon een krantartikel te worden dat die plek niet de plek was waar je moest zijn. Je moet heel snel zorgen dat het een ander gevoel krijgt. Je moet heel snel zorgen dat mensen zich daar prettig gaan voelen. Vandaag staat op het programma een ledenbijeenkomst, zo is het genoemd, waar onder andere de algemene ledenvergadering deel van uitmaakt. En daarmee heb ik eigenlijk een beetje getypeerd hoe wij als vereniging in elkaar willen zitten. En we zijn er voor de leden, we zijn erg naar buiten gekeerd. Dat betekent ook dat we vandaag een buitenprogramma hebben hier in Amersfoort. Rentmeesters zorgen ervoor dat er vanuit het bestaande nieuwe dingen worden ontwikkeld zonder de bestaande waarden te verliezen. Daar waar je als rentmeester NVR wordt ingeschakeld, dat die opdrachtgever erop kan vertrouwen, dat je net even iets verder kijkt dan alleen maar datgene waar hij naar vraagt. Ik organiseer een cursus tweedaagse. En wij proberen heel actuele onderwerpen aan bod te laten komen die eigenlijk niet te vinden zijn in de reguliere cursusmarkt. En we proberen ook altijd een rentmeesters twist aan het onderwerp te geven. Van hoe zit het nou in de praktijk? En wat kun je er als rentmeester mee doen? Door een rentmeester NVR binnen te halen, die heeft permanente educatie. En daarmee is een deskundigheid gegarandeerd. Ik weet ook niet alles, maar als ik bijvoorbeeld een nieuw landgoed wil ontwikkelen, weet ik wel precies welke persoon ik moet hebben binnen deze vereniging.